Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een regenachtige dag. En dat zien we ook als we naar de satellietfoto kijken. Want daar trokken vandaag behoorlijk dikke wolken over. En uit die wolken viel van tijd tot tijd wat neerslag. Nederland onder de wolken. In onze omgeving zien we wel opklaringen. Met name nog boven Frankrijk, ten zuiden van ons land. En ook ten noorden van ons land. Maar ons weer komt niet uit die hoek. Ons weer komt uit het zuidwesten. En dat betekent voorlopig dat het bewolkt blijft en regenachtig. In de loop van morgen komt ons weer... Uit het westen en dan wordt het buig van karakter. Nou, dat kunnen we ook goed volgen aan de computerberekeningen. De regen trekt op dit moment over het land. Dan wordt het in de loop van de nacht langzaamaan wat droger, vallen er nog een paar buien. En tegelijkertijd zien we ook in de Alpen dat het behoorlijk gaat sneeuwen. Mensen die onderweg zijn naar de wintersport kunnen daar morgen behoorlijk last van hebben. Vooral richting de Franse Alpen en ook richting Zwitserland. Richting Oostenrijk lijkt het allemaal wel mee te vallen. En uiteindelijk gaat het dan ook in Italië sneeuwen. Nou, in onze omgeving misschien een enkele bui met natte sneeuw, hagel. En ook onweerskansen daarbij. En laten kijken we dan verder. Dan zien we dat de neerslag geleidelijk aan wegtrekt. Dat het laat op zaterdag droog wordt. Dat het begint op te klaren. En dat betekent voor zondag dat de zon flink wat ruimte heeft. Prima weer. Later op de dag toenemen de bewolking van het westen uit. En dan volgt er ook weer regen. En die regen is in de vroege nacht naar maandag al gevorderd tot onze oostgrens. Betekent dus wisselvallig weer. Waarbij de zondag eruit springt qua positief weerbeeld. Eerst de avond, die is gewoon nog grijs en nat met 6 of 7 graden op de thermometers en een stevige zuidelijke wind. Dan de nacht, de wind gaat draaien naar het westen tot noordwesten. In de loop van de nacht wordt het in het westen voorzichtig iets vaker droog. vallen nog wel een paar buien en het klaart misschien een klein beetje op. Minimumtemperaturen van een graad of 4. Morgen komt er niet heel veel bij, 5 of 6 graden is het tussen buien door. Want die buien die brengen soms hagel, natte sneeuw en ook onweer. En in zo'n bui kan de temperatuur dan even flink zakken. In de loop van de dag van het westen uit wat vaker de zon tussendoor. Wordt het wat vriendelijker en begint het voorzichtig ook wat droger te worden. En zondag is het een groot deel van de dag droog op de meeste plaatsen. In het oosten het langst de zon. In de loop van de dag van het westen uit toenemende bewolking. En in de avond gaat het dan ook regenen. En dan is het maandag eerst nat, daarna wat buien. En ook dinsdag valt er nog een enkele bui. Maandag is het vrij zacht met een graad of 8, dinsdag weer een graad of 6 op de thermometers. De temperatuur gaat de dagen daarna niet zo heel erg veranderen. Het blijft een beetje fluctueren tussen de 6 en 8 of 9 graden overdag. En in de nacht in eerste instantie nog temperaturen boven nul. Maar heel voorzichtig komt die 0 graden grens wel weer iets dichterbij. En dat betekent dat we de kans op nachtvorst voor de komende periode niet helemaal kunnen uitsluiten. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.